hier voor een bijzonder schilderij. We zien hier boeken, drie boeken. Het schilderij is ovaal en van dit schilderij bestaat nog een pedant. Die is ook ovaal en die laat ontluikende hyacintbollen zien. Beide schilderijen zijn geschilderd in de vroege lente van 1887. En het aardige ervan is dat ze beide op hout zijn geschilderd, direct op het hout. En daarvoor heeft hij kratten gebruikt, Japanse kratten die afkomstig waren van de Japanse firma, handelsfirma Kiritsu. Dat is nog steeds keurig te lezen op de achterkant van deze panelen, zij het in het Japans. De stijl is neo-impressionistisch en dat wil zeggen dat hij met eigenlijk korte streepjes heeft geschilderd. Dat heeft hij niet in het hele doek kunnen volhouden. Door ruimtesuggestie, hij wilde een ruimtesuggestie aanbrengen en daarvoor heeft hij op de achtergrond bijvoorbeeld die streepjes een beetje weggepoetst, zodat er wat perspectief in kwam. Het onderwerp is een tamelijk bijzondere boeken. Zeker als je dat ook in combinatie ziet met die hyacintbollen. Van Gogh die was eigenlijk vanaf het begin van zijn carrière gefascineerd door boeken. Je kunt zelfs zeggen dat voordat hij een kunstenaar werd, dat hij eigenlijk meer hield van lezen dan van kunst. Hij heeft eigenlijk altijd een lezer willen schilderen. En hij was niet zo goed in het schilderen van figuren. Dus ik denk dat hij op deze manier toch dat onderwerp heeft willen aanduiden, door namelijk boeken weer te geven. Het zijn realistische romans die we hier zien. We zien er drie, eentje van de Goncourt, eentje van Zola en eentje van Richepin. En die stonden waarschijnlijk voor Van Gogh's behoefte om vooral de moderne tijd in beeld te brengen. Daar ging het om in het leven. Je moest de moderne tijd begrijpen. Die kon soms melancholiek en slecht zijn, maar dat is waar het om ging. Het aardige is dat met die hyacintbollen kom je eigenlijk uit op de levensfilosofie van Van Gogh. Want die ontluikende hyacintbollen die stonden eigenlijk voor alles wat je in de natuur kon ontdekken aan eeuwige waarde. En die twee dingen, die symboliseerden voor Van Gogh eigenlijk waar het in het leven om ging.